Een hele goede middag, of goedemorgen moet ik zeggen. Het is woensdag, het is 25 maart. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Vandaag is de dag dat mijn nieuwe bank komt, dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Spannend ook. Ik heb hem alleen in gespiegelde vorm gezien, want in de winkel stond hij dus met de hoek aan de rechterkant als je ervoor staat. En ik moet hem aan de linkerkant hebben, maar als ik erop zit is het dus weer rechts. Ja, mijn vader komt zo meteen. Die zou rond 11 uur zijn. Die is ietsjes later, want hij had wat problemen met de car. Wij hebben ervoor gekozen om de bank zelf op te halen. Je kunt hem ook laten bezorgen, maar dat kost 50 euro. Ze zetten hem alleen tot aan je deur neer. Ik denk zelfs dat ze bij mij alleen maar beneden neer zouden zetten. Dus dan zou ik hem nog nodig hebben. Zou ik nog iemand nodig hebben die hem naar boven kon sjouwen. En mijn oude bank moet er ook uit. Dus vandaar dat wij ervoor hebben gekozen om hem zelf op te halen. Zodat we ook de oude bank kunnen afvoeren. Ja, dus het is wel spannend. Gisteravond heb ik gekeken naar Van God Los. Die had ik even opgenomen. Die was vrijdagavond op televisie. Dat zei mijn moeder, dus die had ik even opgenomen. Ja, ik heb de moord zelf niet gekeken. Want dat vond ik zo'n gruwelijke. Ik had hem al wel een paar keer gezien hoor. Maar nou ja, goed, was verder toch niks op televisie. Het is allemaal herhaling momenteel. Je had op RTL 4 nu weer iets met topdokters. Nou, dat vind ik, dat kan ik niet zo goed tegen. Dus ik dacht, nou, ik ga Van God Los maar kijken. Maar die moord, die heb ik dus verder niet gekeken. Daar heb ik Blijf voor de Prik hier nog even erop gehad. Maar dat was ook herhaling. Dus ik heb ondertussen de vlog gewoon afgemaakt. Dus die is nu al klaar. Die staat ook al opgeslagen op de harde schijf. Dus dat is top. Ik heb Unite 42 gekeken. Het vervelende is, het was de laatste aflevering en seizoen 2 staat niet online. Dus ik moet alweer op zoek naar een andere serie. Dat vond ik een beetje jammer, want ik had echt gehoopt dat er al 2 seizoenen op zouden staan. Ik heb trouwens nog geen lipstick op hoor, maar dat doe ik straks. Maar goed, dat heb ik dus een beetje pech mee. Dus ik moet vanavond even uitzoeken welke serie ik dan ga kijken. Dus dat horen jullie morgen. En ik heb Rex gekeken, dus dat was verder mijn avond. Ik heb foto's bewerkt, dus dat was allemaal top. Ik ga straks even met mijn vader even boodschappen doen voor volgende week alvast. Omdat mijn bezoek dus nog niet komt. Die houdt dus nu 6 april aan, dus die hoopt er vanaf 6 april weer te zijn. Maar wij zouden even contact houden. En ik ga even dat hoesje ruilen bij de Mediamarkt voor mijn camera, omdat die stuk was. Dus die ga ik eventjes terugbrengen en eventjes een nieuwe halen, als ze die hebben. Want die hing dus donderdag had ik de laatste. En ik weet niet of ze zijn aangevuld, dus moeten we even afwachten. En ja, voor de rest komen Nathalie en Frank vanmiddag. Althans, Frank komt sowieso. Ik weet niet of Nathalie meekomt. Het was wel de planning, maar die moest onverwachts ook werken. Dus die, ja, ik weet niet of zij heel moe is. Kan ook zijn dat ze zegt, ik blijf thuis. Maar voor zover ik weet, komt ze mee. Frank die heeft ook nachtdiensten, dus die komt nu uit de nachtdienst. Dus vandaar dat hij om 3 uur komt. Als hij eerder wakker zou zijn, zou die appen. Maar voor nu komt hij gewoon om 3 uur. Want hij moet overdag gewoon slapen natuurlijk. Omdat hij vannacht weer gewoon moet werken. En ik heb een hele glimmende neus, zie ik nu. Ja, hij is fijn. Ik heb mijn oorbellen er even uitgehaald. En dat is echt heel kaal voor mij. Maar ik had gisteravond ging het gaatje van mijn oorbel heel erg jeuken. En het stonk een beetje. Er kwam troep uit. Had ik de oorbel eruit gehaald. Mijn oor schoongemaakt. Oorbel er weer in gedaan. Maar het bleef irriteren. Dus ik heb hem er toch maar weer uitgehaald. Omdat het gewoon echt niet fijn aanvoelde. En er kwam allemaal vocht uit. En er zat later ook wel een korstje op. En toen werd ik dus straks wakker. Toen had ik ook allemaal korstjes op mijn oor. Dus ik had even gedoucht. Omdat ik weer een beetje nachtmerries had. En dan ga ik heel erg van zweten. En dat kun je niet meer maskeren dan om je alleen even te wassen met een washandje. Dus ik dacht, ik ga even om de douche. Ik heb mijn oor eventjes goed ook schoongemaakt. Maar ik ga dus nu even een paar dagen mijn oorbellen uithouden. Maar dat is best wel vreemd, want ik en geen oorbellen, dat is eigenlijk een slechte combinatie. Ik ga nu maar niet stofzuigen. Ik ga even stofzuigen als deze bank eruit is. In ieder geval daaronder. Dan doe ik morgen de woonkamer gewoon goed. Had ik verder nog wat te melden? Nee. Nee, dat verder niet. Dus dat was eigenlijk alles een beetje wat ik wilde vertellen. Ik probeer jullie vandaag een beetje mee te nemen. Ik weet niet in hoeverre dat lukt, dus moeten we even kijken. Maar ja, het is in ieder geval spannend met de nieuwe bank. Dus ik ga denk ik zo even een kopje koffie drinken met mijn vader. Maar we moeten even kijken naar die car en weet ik veel allemaal. Want hij heeft gereedschap nodig. Nou, dat heb ik wel. Ik heb wel kaaskopschroevendraaiers, dus dat scheelt. En ja, en dan vanmiddag de nieuwe bank ophalen. Ik las net dat corona zich momenteel stabiliseert in Nederland. Dus dat is natuurlijk een heel goed teken.
Er zijn gelukkig dus geen nieuwe slachtoffers bijgekomen zoals ik het nu hoor. Dus dat zullen we vanavond ook horen in het nieuws. Ik ga nu eventjes medicijnen en zo nemen en mijn drinkkop drinken. En wachten tot mijn vader er is. Ik kom tussen nog even een spelletje doen. En dan zien jullie wel wat ik jullie vandaag in mee kan nemen. Dus dat is de planning. Zo, lieve mensen, hier is hij dan, de nieuwe bank. Kussens heb ik ook nieuw, die heb ik bij de Quantum gekocht. Dit is hem dan, ik film nu even van ver af. Ik ga nu even wat kussenpleden eroverheen leggen, omdat ik hem nog even moet inspuiten. Dus dat ga ik nu eerst even doen, dat laat ik jullie zo even bij. Nou, wat was er allemaal aan de hand? Ik heb een beetje ruzie gehad met een vrouw bij de Quantum. Wij waren gewoon daardoor en we waren gewoon bij de kussens aan het kijken, Nathalie en ik. En die vrouw die vond dus niet dat ik voldoende afstand hield, terwijl ik er gewoon netjes omheen ging. Dus naar mijn idee heb ik voldoende afstand gehouden, zij vond van niet. Dus stonden we in de rij bij de kassa en toen begon ze daar niks over, wil je afstand houden? Dus ik werd eigenlijk een beetje boos. Ik zeg, nou, ik sta gewoon voor de streep hoor, ik weet het niet. Kijk, mijn irritatiegehalte werd een beetje hoog, omdat je gewoon, dat je niet overal staan, gewoon strepen. Ik zat netjes bij de streep. Ja, maar boven hield je ook geen afstand. Ja, maar dat is jouw mening. Ik heb voldoende afstand gehouden. Jij vindt blijkbaar van niet. Dus ik was daar een beetje boos over. Dus ik was eigenlijk gewoon een beetje geïrriteerd. Ik heb nu even kleding op de bank gelegd. De katten willen er nu ook even op. Dus je ziet het er even zo uit. Dan kan ik even zitten. Ik heb nog wat andere dingetjes gehad bij de Quantum. Dit schilderijtje voor boven mijn beautyhoek. Die vond ik super leuk. Die heb ik gehaald. Even een opener. En ik heb dit rokje gekregen van Nathalie. Want zij paste die niet meer. En een mok met een A. Deze. Boodschapjes, ik had lentekransen gehaald. Dit allemaal, ik heb een koffiepet gehad van mijn vader. Ik heb een schnitzel gehaald. Een krant, ik heb nog bonen gehaald. Ik heb shampoo en conditioner gehaald, twee keer. Dat was bij de Aldi. Beetje rot ligt nu. Een broccolietje voor maandag zit er nog in. Een pak chocola, een pak ijsdeeg, een pak AC1-ding. Aardappelschijfjes en griet en een shootje. Even de boodschappen snel. Ik zal die schnitzel even in de koelkast doen, dat ben ik helemaal vergeten. Zo, ging niet helemaal goed met filmen. Ik zal nog even de stofzuiger er doorheen halen, want die moet ook eventjes. Even gauw en dan ga ik douchen en dan ga ik de bank op. Vanavond kijk ik Frans Bauer en ik neem even Ruiden op. En ik moet de vlog uploaden en ik moet eventjes... Wat moet ik nog meer doen? Verder niet heel veel bijzonders, geloof ik. Ah!
moet nu meer met de spuit gaan werken. Ik ga nu in ieder geval even. Ik ga voor nu in ieder geval de vlog voor vandaag afsluiten. Ik kijk vanavond ook nog Rex en ik moet dus op zoek naar een nieuwe Netflix serie. Maar dat is even kijken. Ik ben er even klaar mee. Ik had nog wel mijn tasje geruild. En dat was trouwens ook nog een ding. Want ik was bij de Mediamarkt. En ik heb nu een zwarte. Ik heb nu deze. Daar ben ik nog blijer mee. Met zwart. Maar we stonden gewoon in de ruil. Bij Mediamarkt moet je dan eerst naar zo'n balie toe om te gaan ruilen. Dat hadden we gewoon netjes gedaan. En er ging dus ook een paar die ging voor. Toen zei mijn vader, ja, moet je geen ding meer trekken. Geen nummertje. Ja, maar hun waren er net ook al, zei die vrouw. Nou, oké. Okay. Dus toen was ik aan de beurt. En andere mensen die waren dus daarvoor ook al geweest. Die moesten wel een nummertje trekken. Toen moest ik dat tasje omruilen. Toen zei ik van, ja, moet ik nou zo weer een nummertje trekken? Nee, hoeft niet. Nou ja, prima. Dat hoefde ik dus niet te doen. Maar toen was ik dus bij de afdeling om dat tasje om te ruilen. En ze hadden dat tasje dus niet meer in die maat. Toen zei ik van, ja, kun je die strep niet omwisselen? Want alleen die strep is kapot. Nee, die gozer deed een beetje moeilijk. Ja, maar ik heb ze nog wel achter liggen. Dus toen kwam die van achter terug met zijn zwarte. Dus daar was ik wel blij mee. Maar goed, nu ga ik lekker douchen, straks eten en de bank op. Want ik ben er even klaar mee voor vandaag. Dus ik zie jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 26 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik zit nu even lekker op de bank zoals je kan zien. Even mijn telefoon pakken. Die ligt nog in de slaapkamer. Maar ik heb hem gelaten. Waar? Oh, waar? Oh ja. Op de kaptafel tussen de wenden. Ik wil even terugkomen op de vlog die vandaag online is gekomen. Want ik heb een hele domme fout gemaakt. Ik zei namelijk doodleuk dat het koningspaar naar Leg is geweest. En dat het in Italië lag. Nou, dat ligt gewoon in Oostenrijk. Hoe dom is dat? Maar goed, dan weet je gelijk dat mijn topografische kennis dus niet je van het is. Maar gelukkig reageerde een van jullie er al onder van volgens mij ligt het in Oostenrijk. Toen dacht ik, ja natuurlijk, wat stom van mij. Hoe kom ik dan weer bij Italië? Maar dat komt denk ik omdat je op het nieuws momenteel heel veel Italië, Italië, Italië hoort ook. Omdat daar natuurlijk de corona heel heftig is. Daar ben ik ervan uitgegaan dat het in Italië lag. Ja, gewoon niet zo slim. Dus daar wilde ik even op terugkomen. Ik wilde eigenlijk de katten vanaf vannacht in de gang doen. Zodat, in verband met de bank, ging hem niet worden. Ik heb het geprobeerd, maar ik ging ze daar niet krijgen. Ze glipten er net zo hard voor onderuit. Dus ze gingen aan de deur krabben. Dus ik dacht, dat gaat hem niet worden. Gisteren was het sowieso al stresserig voor ze. Omdat ze in de keuken moesten. Omdat ze echt eventjes niet in de kamer konden. Omdat we die bank eruit wilden halen. En de deur stond open van de voordeur. Dus dat ging hem niet worden. Dus toen hebben we ze in de keuken gedaan. En dat was al een hele operatie. Want Tijgertje werd op een gegeven moment heel boos. Want ja, als je ergens moet zitten, dan is het natuurlijk niet leuk. Dus toen heb ik de bank helemaal afgedekt met kleden. Ze liggen er nu nog op. Ik ga hem straks even insprayen, want dat moet nog. Dus toen heb ik ze maar gewoon in de kamer gelaten. Want ja, eigenlijk kan ik het ook niet meer afleren. Omdat ik dit al jaren doe. Vanaf dat ze kitten zijn, mogen ze al in de woonkamer. En dat is in elk huis nog hetzelfde geweest. Dus ik heb de bank gewoon helemaal afgedekt. Zodat ze er niks aan konden doen. En toen ik opkwam, lagen ze gewoon lekker op te kleden. Dus dat was eigenlijk ook wel een prima oplossing. Dus dat ga ik vanaf nu gewoon doen. Ik heb trouwens een lipstick op die bij deze nagellak past. Maar zoals je kan zien is de nagellak donkerder dan de lipstick. Dat heb ik al een paar keer verteld. Maar dat merk ik elke keer wel. Ik heb volgens mij een haartje in mijn... Opa. Maar goed, dus dat wilde ik even vertellen. Gisteravond heb ik gekeken naar Frans Bauer. Ik weet alleen, ik vergeet steeds hoe dat programma heet. Het is in ieder geval op RTL 4. Waarin mensen dus iemand willen bedanken. En dit keer waren ze bij Clinic Clowns. Dan gaat Frans een dagje meelopen. En dat vond ik wel heel mooi om te zien. Want ik ken het begrip Clinic Clowns, kende ik wel. En ik weet dat ze kinderen opvrolijken die langdurig in het ziekenhuis liggen. Langdurig ziek zijn. Die gewoon echt even dat steuntje in de rug nodig hebben van... Ja, gewoon eventjes ook wat vrolijkheid in donkere tijden. Maar ik wist eigenlijk nooit zo goed hoe ze dat deden. En nu kreeg je dus ook een beetje een kijkje hoe ze dat deden. Dat is gewoon super leuk voor die kinderen. Dus dat was heel mooi. En hij was ook nog bij een man. Die was al in de 80 en die hielp probleemjongeren. Dat deed hij al jaren. Die dus moeilijk konden leren. Maar ook gewoon echt
van de straat afkwamen. En er was dus één jongen die had inmiddels zijn eigen bedrijf opgebouwd. Nadat hij jaren bij hun was geweest. En die wilde die mensen bedanken. Dus dat was echt super leuk. Daarna heb ik naar Steenrijk en Straatarm gekeken. Vond ik ook een mooie uitzending. Was nog wel sneu. Want bij dat arme gezin. Één jongen, ze hadden ook nog een zoon. Die woonde momenteel niet in huis. Dus die ging ook niet mee met de ruil. En die vader van dat gezin. Die was vorig jaar overleden. Dus dat was wel heftig. Wat ik wel jammer vind. Is dat ze tegenwoordig heel veel in het buitenland zijn. Dat de gezinnen van de rijke mensen veel in het buitenland wonen. En voor die mensen die dus de arme gezinnen die daarheen gaan. Is dat natuurlijk super leuk. Maar ik vind het toch altijd wel leuk dat het gewoon in Nederland is. Omdat het allemaal wat normaler is. Dat het in het buitenland vaak een beetje erover is. Maar goed, het was wel een mooie uitzending. Wat ik wel een beetje gek vond. Die rijke mensen die dus met die armen ruilen. Die hadden op dat moment een weekbudget van 60 euro. Nou, dat meisje begon gelijk te huilen. Ja, maar we hebben toch ook ons eigen budget? Nee, we hebben nu niet ons eigen budget. Ik wil mijn eigen budget. En dan denk ik van, oh, dan ben je wel echt verwend. Dan kun je wel zeggen, ik verwend mijn kinderen niet. Maar als je gelijk gaat huilen omdat je je eigen budget wil van, weet ik veel, 1500 euro, 1000 euro. Dan denk ik echt van, kom op. Dat vind ik echt heel erg. En dan gingen ze in de supermarkt proberen af te dingen. Want ze wilden dus boodschappen doen voor 20 euro. En ze zaten er een paar euro overheen. Er zit er eentje in mijn boodschappen te graven. Nee, kom. Dat doen we niet. En toen zei ze, ja, mag het ook voor 20 euro? Ja, nee, zegt die jongen. Ja, lijkt me logisch. Nou, toen gingen er wat dingen af. Toen zat ze nog op 20 euro en 10 cent. Toen zei ze, ja, mag dan die 10 cent laten zitten? Nou, dat vonden ze dan nog oké. Ik denk, nou, dat zouden wij eens moeten proberen, jongens. Als wij maar 20 euro hadden. En wij komen met 22 euro of 20 euro en 50 cent bij de supermarkt. Denk ik niet dat ze zullen zeggen, laat die 50 cent maar zitten. Dan kun je gewoon mooi wat terugleggen. Maar dan merk ik wel weer, dan zijn er weer camera's bij. Muis. Nu. Tut er onderuit. Weg. Dan kan het allemaal weer wel. Dus dat vond ik wel een beetje bijzonder. Daarna ben ik... Ik heb de vlog geüpload. Ik heb mijn blogpost geschreven. Ik ben begonnen met een nieuwe Netflix-serie. Maar die is niks voor mij. Het heette Zone Blanche. Het is een Franse serie. Het was wel een politie-serie waar ik van hou. Maar ik vond het een beetje te duister. Het was heel veel in de bossen. Ik vind het gewoon ook leuk, zeg maar, als ze dan naar mensen toe gaan. Dat ze echt een beetje ook de omgeving laten zien. Zoals je in andere series ziet. Maar ja, dat deze niet. Dus dat vond ik een beetje jammer. Dus ik heb hem niet eens afgekeken, die afleveringen. Ik dacht, ik ga morgen op zoek naar een andere. Dus ik ga vanavond weer even verder zoeken van wat vind ik wel echt leuk. Waar ik ja gewoon echt naar kan gaan kijken. Want dit trok me gewoon toch niet zo. En daarna heb ik gewoon rechts gekeken. Dus dat was mijn avond. Ik ga nu de woonkamer helemaal doen. Ik ga eventjes de kleed van de bank halen. En toch even wat haartjes die erop zijn gekomen eraf zuigen. De bank insprayen. En als ik de woonkamer klaar heb, ga ik weer journalen. Gisteravond had ik trouwens nog storing. Mijn internet was weer heel traag. En mijn vader die merkte het gistermiddag al aan zijn 4G. Dat was heel traag hier. En ja, ik kon foto's kon ik niet doorsturen, want ik wilde wat foto's van de bank doorsturen naar mijn moeder. En naar degene die altijd bij mij komt, die had ook al gevraagd van, joh, wil je even een fotootje doorsturen? Nou ja, dat is prima. Die foto's die bleven hangen. Dus ik had de 4G aangezet. Nou, toen ging die wel. Maar het ging allemaal heel traag. Dus ik wilde eigenlijk naar T-Mobile bellen, omdat ik dat eigenlijk dacht dat het weer een beetje het probleem hier lag. Nou, dat was dus blijkbaar niet zo. Er was gewoon een algehele storing. Dus ik had gelukkig wel televisie. Er waren ook mensen die hadden ook geen televisie. Dus ik had gelukkig wel televisie. Ik kon wel lekker tv kijken en op een gegeven moment deed internet het weer. Dus dat was wel fijn. Maar dan is het wel gek dat je even niet weet van wat is er aan de hand. En gelukkig kun je dan op internet wel veel vinden. Maar nou ja, goed. Ik heb echt allerlei korstjes achter mijn oren. Dus ik moet het weer even goed gaan schoonmaken. Maar nu gaan we het huis even schoonmaken. Want het is hier één grote bende. Ik moet eventjes mijn wasrek weer terug ophangen. Want die was eraf gegaan. En dan gaan we aan de gang en ik ga je erbij zetten. We'll be right back.
Zo, schoon huis. Heerlijk. Ik heb de kleding van de bank gehaald. Hij heeft ingespreid. Is ook al droog, dus dat is helemaal top. Ik ga even bullet journalen. Ik merk dat de katten nu niet op de bank gaan, dus ik ben daar heel erg blij om. Ik heb peper onder de bank gestrooid, zodat ze er niet onder willen, want dat stinkt natuurlijk. Dat was een tip van mijn vader, die zei van moet je wat peper onder strooien. Dat heb ik gedaan, dus ik heb ze nog niet weer onder de bank gezien, dus dat is top. We hadden ook geprobeerd om het zonder pootjes te doen, want die pootjes, dat was een heel gedoe om die eraan te krijgen, maar dat was geen doen. Dus we hebben er toch voor gekozen om de pootjes eronder te doen. En vanaf vandaag wil ik proberen of Mickey niet meer in de hokje kan gaan eten. Dat ze gewoon buiten het hokje kan eten. Want het hokje eigenlijk vind ik het ook gewoon heel onpasselijk staan in de kamer. En ze moet gewoon leren om er buiten te kunnen. Gisteren kon ze het ook, dus we gaan het vanaf vandaag proberen. Nu ga ik even lekker bullet journalen, want daar heb ik wel zin in. Ik moet even mijn speaker aan de oplader leggen, want die is leeg. Dus dat wel eventjes, maar ja, het voelt van nu weer even helemaal schoon. Ik heb de kleding gewoon even hier neergelegd. Ik heb nu kleedjes zeg maar hier in de vensterbank. Daar kunnen ze nu ook gewoon lekker op liggen. En ze vinden het nu toch heel zonde. Dat vinden ze toch super lekker. Dat ga ik nu maar eventjes doen. En dan ja, gaan we gewoon nog even aan de gang. Dus ja, maar in ieder geval het voelt wel heel fijn dat mijn huis lekker schoon is. Dus dat is top. Zo, de batterij van de camera is leeg, maar ik heb wel een voldaan dagje eigenlijk gehad. Ik hoor van alles. Kijk hoor. Mickey heeft nu voor het eerst niet in een hokje gegeten. Oh, dat waren gewoon kinderen die buiten aan het lopen zijn. En ik heb dus nu hier het tafeltje staan. Gaat niet helemaal lekker zo zijn, omdat ik het nu zo film. Dan kan ik dan die een diffuser opzetten. Dus dat was wel een positief punt. Ik heb het hokje naar boven gedaan, want eigenlijk is dat hokje ook gewoon puur als je ze wilt vervoeren naar een dierenarts of weet ik veel wat. Maar nu hebben ze lekker, heeft ze lekker ook vrij gegeten. Dat vind ik al een hele grote verbetering. Vanavond kijk ik Alberto Stegeman. En ik kijk naar meester Frank Visser. Ik neem even de tv-kantine op. Vanavond is de laatste GTS er voor deze week. Want ze zenden nu nog van maandag tot donderdag uit. Dus ben benieuwd. Wel jammer, want ik vind het altijd wel echt een verheugd momentje. Maar ja, het is even niet anders. Je moet vanavond nog foto's bewerken. Ik ga een nieuwe Netflix-serie uitzoeken. Ik weet nog echt niet welke. Maar dat horen jullie morgen wel als ik een gevonden heb. En ik kijk oogappels, dus dat wordt mijn avond. Ik ga jullie in ieder geval dan morgen weer zien, want ik ga nu verder tot niks meer doen en even relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 27 maart en ik ben klaargemaakt. Ik heb wat nieuwe make-up getest, onder andere een highlighter. Deze lipgloss, ja het is eigenlijk een soort lipboter, maar er zit een glossje op en een oogschaduw. Dus dat ben ik nu even aan het testen. Ik heb net even met Coolblue gebeld, want ik had ze dus afgelopen zaterdag gebeld omdat de borstel die geleverd was niet de goede was. En toen zeiden ze mij, ja maar daar word je dan nog even over teruggebeld vandaag of morgen. Maar ja, inmiddels is het nu vrijdag en ik had dus eigenlijk helemaal niks meer gehoord en ook niet via de mail. Dus ik dacht, nou laat ik maar even gaan bellen. Maar momenteel sta je bij alle bedrijven natuurlijk super lang in de wachtrij, waarschijnlijk ook met corona. Dus het duurde best wel even voordat ik iemand aan de lijn had. Nou, toen werd ik weer even in de wacht gezet, want zij ging het even uitzoeken. Ja, toen kwam eruit, ze zijn nog in afwachting van het antwoord van de leverancier. Alleen, ze hebben de leverancier gisteren pas gemaild. Dat vond ik wel vrij laat. Kan ook weer te maken hebben met corona of de drukte die ze nu hebben, dat weet ik niet. Maar ja, aangezien ik zaterdag de melding al had gedaan,
Ja, vind ik het best laat als ze hem op donderdag pas hebben gemaild. Maar goed, daar moet ik dus nu op wachten. Ik zou via de mail weer op de hoogte gehouden worden. Dus dat heb ik in ieder geval alweer gedaan. Gisteravond heb ik naar goede tijden gekeken. Ja, super jammer dat het nu maar 4 dagen per week is. Als je daar echt, ja, echt gewoon heel erg dol op bent, is dat echt wel even inleveren. Maar ja, het is even niet anders. Daarna heb ik Alberto Stegeman gekeken. Hij heeft 3 oplichtingszaken behandeld. Het waren alle 3 vrouwen dit keer. 1 vrouw die verhuurde huizen. Althans, dat zei ze dat ze huizen verhuurde. Maar uiteindelijk, die mensen die betaalden dus een hele berg geld. Wat soms wel in de 1000 euro's opliep. En ze hebben nooit een huis gekregen. Want er was helemaal geen huis. Ik wil even nadenken. Of ze die nou hadden geconfronteerd, die vrouw. Weet ik niet meer. Dus even niet blijven hangen. Daarna heb ik gekeken naar... ik was helemaal niet klaar met het programma. Ze hebben ook een vrouw geconfronteerd. Die heeft had een collega opgelicht. Die collega die had op dat moment een depressie. Maar dat was een andere depressie als een normale depressie. Manische depressie. En die had dus om een hele berg geld gevraagd. Volgens mij 30.000 euro of zo. En die vrouw die dat dus had geleend, die heeft daarna die collega dus helemaal geblokkeerd. Telefoontjes werden niet beantwoord. Nooit meer wat laten weten. Mensen in de omgeving van diegene die het geld leende hadden haar al wel gewaarschuwd van dat moet je niet doen. Kom eens even tegen. Je hebt een hele leuke haar, dus je pootjes. Maar ja, ze had het dus toch gedaan uit de goede insteek van ik krijg het wel terug. Heeft ze dus nooit terug gehad. Inmiddels was daar na de confrontatie hebben ze wel een betalingsregeling getroffen. Waardoor er nu iedere maand wat geld wordt terugbetaald. En de laatste zaak. Ja, ik weet niet meer precies wat die vrouw nou allemaal had gedaan. Oh ja, volgens mij bood zij spullen aan en werd dat nooit geleverd of zo. Was het zoiets? Maar ik weet niet. In ieder geval, ik herinner me nu net trouwens weer niet. Het wordt een heel warrig verhaal nu. Die vrouw die is uiteindelijk veroordeeld en die moest heel veel mensen geld ook terugbetalen. En die moest de gevangenis in. Die eerste vrouw trouwens, die hebben ze wel geconfronteerd. Want toen hebben ze gedaan alsof ze een pakketje voor haar hadden. Toen liep ze mee naar de auto. Toen kon Alberto haar confronteren. Zij was dus degene met die spullen. Zij was degene die de spullen aanbood op Marktplaats. En die laatste vrouw was met die huizen. Dat was het. Nou, je snapt het waarschijnlijk zelf helemaal niet meer. Ik ben een beetje in de war. Maar goed. Daarna heb ik meester Frank Visser gekeken. Waar ook een paar zaken was. Bijvoorbeeld eentje. Mensen die hadden 2 Ziggo-kastjes in de tuin. Maar die Ziggo-medewerkers die kwamen te pas en te onpas. Zeg maar onderhoud plegen aan die kastjes. En dat vond vaak 's nachts plaats. Waardoor er dus een grote bouwlamp op dat kastje geschenen werd. Waardoor die mensen dus niet konden slapen. Het advies van meester Frank Visser was. Plaats gewoon een border die je kunt afsluiten. En dan moeten ze in ieder geval gewoon laten weten wanneer zij bij u in de tuin willen zijn. Dan bent u van op de hoogte. Dat was dat. Ik heb daarna gekeken en daarna ging ik Netflix opzoeken. En toen ben ik uitgekomen bij Gossip Girl. En ik heb nu 1 aflevering gezien. Ik vind het wel leuk. Het kijkt wel lekker weg. Ja, het is wel weer wederom een hele oude serie. Ik merk toch dat ik vaak in de oudere series beland. Het is een serie van 2007. Maar ik vond de eerste aflevering wel leuk. Dus ik ga vanavond gewoon verder kijken of dat ik het leuk blijf vinden. En daarna heb ik Oogappels gekeken. Dat was ook gewoon super mooi. Dat was mijn avond. Foto's bewerkt. En dat was het. Ik ga nu zometeen even een video opnemen voor morgen. Ik heb natuurlijk maandag al gefilmd voor volgende week. Maar nu ga ik een video opnemen voor morgen. Dat zijn de boekreviews. Klinkt een beetje verkouden misschien. Ik heb een beetje last van mijn stem en zo. Maar ik voel me verder gewoon helemaal goed hoor. Dus er is verder niks aan de hand. En daarna ga ik nog even bullet journalen als ik de groente heb schoongemaakt. Dus dat is voor nu even de planning. Ik ga eerst even stofzuigen. Tijger ligt hier nu op de bank waar de kleding dus nu nog op liggen. Want die heb ik er vannacht op gehad. En die heb ik er nog niet onderuit gehaald. Maar die ligt nu lekker te slapen. Mickey ligt daar. En Muis zit hier op tafel. Heel gezellig. Muis die was net in de aanbieding. Die had een stickertje aan de
andere staart zitten. Waar die vanaf komt, ik heb geen idee. Die heb ik er maar eventjes vanaf gehaald. Het leek me niet zo prettig voor haar. Ik zag er hier zitten, een stikje aan de staart. Ik dacht, goh, wat is dit? Ja, ik ga nu gewoon even stopzuigen. Dan ga ik eerst de video doen. En dan ga ik die met Bullet Journal er gewoon bij zetten. Zo, ik heb net even de video opgenomen. Het heeft iets langer geduurd. Ik vond het ook een beetje lastig vandaag. Omdat ik heel erg terug moest in de boeken. Maar nou ja, het is uiteindelijk wel gelukt. En ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. Maar ja, als deze vlog online komt, staat die video toch al online. Ik ga even de videospullen opruimen. Dan ga ik even wat drinken. En dan ga ik bullet journalen. Ik heb nu gefilmd met de gordijnen open. Dus ik ben heel benieuwd of dat een beetje goede kwaliteit is. Dus ik ga dit even opruimen. Want er zit hier eentje steeds aan alle camera's te likken. Dat doen we niet, hè? Aan camera's likken. Ga je praten? Zeg maar hallo. Ja, mijn haar ruikt lekker, hè? Dat ga ik even doen. En dan ga ik jullie er zo bij zitten met bullet journalen. Dus ja, dat is even de planning verder. Katjes zijn aan het eten en kijk, Mickey eet dus nu zonder hokje. Daar ben ik heel blij mee. Ik had gisteren al verteld dat het hokje uit de kamer was. Maar het is echt heel fijn om te zien dat ze ook gewoon zonder het hokje kan. Dus dat vind ik een hele grote vooruitgang. Dat wilde ik toch even met jullie delen, want ik ben daar heel erg blij mee dat ze dat nu kan. Zo, alles even opgeruimd. Ik ben nu wel een beetje niezig en ik heb het idee dat het misschien door de peper komt. Maar dan weet ik niet, maar ik zie het nu ook een beetje onder de bank tevoorschijn komen. Maar goed, dan moet ik even afwachten. Ik ben wel even lekker bezig geweest. Was wel even lekker relaxed. Ik ben een beetje last van mijn rug. Dus, nou ja, goed. Ja, vanavond de allerlaatste Flikker Maastricht van dit seizoen. Vind ik super jammer. Want ik heb altijd het idee dat die seizoenen zo snel gaan. En we waren nog verwend. Want we hadden veel meer afleveringen dan bij de eerdere seizoenen. Maar dan gaat het nog hartstikke snel. Dus dat ga ik wel echt intens van genieten. Maar ik vind het wel super jammer dat het al de laatste is. Daarna ga ik even de tv-kantine terugkijken. Want die had ik opgenomen gisteren. Die had ik nog niet gezien. Ik moet de video even in elkaar zetten. En het artikel voor de vlog of de blog moet nog even online. En vanavond ga ik denk ik weer kijken naar sowieso oogappels en naar Gossip Girl. Dus ik denk dat dat mijn avond wordt. Verder niet heel bijzonder. Dus dat, ja, dat wordt het gewoon verder. Dus daar gaan we maar gewoon van genieten. Het zonnetje schijnt. Ik heb wel gehoord dat we van het weekend misschien nog winterse buien kunnen verwachten. Dus ik ben heel erg benieuwd wat dat gaat doen. Ik ga jullie dan in ieder geval gewoon morgen weer zien. Want ik ga straks douchen en eten. En dan ga ik op tijd klaar zitten voor Flikken. Wel even wennen, dus geen goede tijden. Maar goed, dat zal wel eventjes wennen zijn. En wie weet dat alles, als alles weer gewoon helemaal normaal is, dat ze alsnog een cliffhanger kunnen opnemen. Die is helaas nog niet opgenomen. En de opnames liggen nu stil. Dus het is ook onzeker of we een cliffhanger krijgen. Dus ja, dat is allemaal een beetje spannend. Dus ja, we gaan het meemaken. Ik ga jullie in ieder geval dan morgen weer zien. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 28 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik ben lekker aan het niezen. Ik denk dat het door de peper komt. Die komt ook een beetje onder de bank vandaan. Dus die zal ik zo even opzuigen. Gisteravond. Ja, de seizoensfinale van Flikker Maastricht.
Wat een einde. Echt waar. Ja, ik zou er heel graag wat meer over willen vertellen. Maar ik weet niet of jullie het allemaal, als jullie het volgen, of jullie al gekeken hebben. Het is vorig jaar, vorig seizoen was echt een beetje met een soort club. En toen is ook hun vorige baas overleden. En nou, dat was heel heftig. En ze zijn die club blijven volgen. En toen dachten we eigenlijk begin van het seizoen, het is nu klaar. Alleen ja, Eva en Wolfs die kunnen iets niet loslaten. Doen alles op hun eigen houtje. En ze hebben het niet kunnen loslaten. Dus ze zijn wel verder gegaan met onderzoeken. Eigenlijk een beetje stiekem buiten de baas om. Omdat zij zegt alles is afgesloten. We hebben het afgerond. En voor hun gevoel waren er nog heel veel puzzelstukjes niet compleet. Toen kwamen ze eigenlijk vorige week toch weer, of eigenlijk nee, 2 weken geleden kwamen ze alweer op een punt wat toch weer naar dat clubje leidde. En daar zijn ze mee verder gegaan en nu is hun gelijk, hebben ze toch gelijk gekregen. En ja, toen kwamen ze allebei in een situatie terecht waar ze zonder elkaar waarschijnlijk niet uit gaan komen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat nu verder zou gaan. Ik zat echt op het puntje van mijn stoel. Ik dacht, gadverdamme, nou moet ik weer een jaar wachten. En waarschijnlijk wel langer, want ik denk nu niet. Ik weet überhaupt niet of ze al bezig waren hoor, met opnames van seizoen 15. Maar dat zal nu natuurlijk ook allemaal stil liggen. Dus het zal wel wat langer duren allemaal. Maar ik vond het echt heel spannend. Daarna heb ik naar de tv-kantine gekeken. Was ook wel leuk. Maar ik vind het soms een beetje lastig, omdat je bepaalde dingen niet kent. Bijvoorbeeld, ze deden ook iets van Maestro. Nou, daar heb ik nooit naar gekeken. Ik zag wel, Frits Sissing ken ik wel van televisie. Dus ik zag wel, oké, die lijkt echt niet. Matthijs van Nieuwkerk, die was wel goed gedaan. Alleen, ik moet wel heel eerlijk zeggen, Carlo heeft hem jaren geleden geïmiteerd. Toen vond ik hem net iets beter. Mark-Marie Huijbrechts was heel goed. Nienke Plas, die is ook echt supergoed. Die wordt geïmiteerd door Elise Schaap. Dus er zaten echt wel een hele aantal goede dingen bij. Het stond eigenlijk een beetje in teken van de wereld draait door. En ze hadden iets van Paul, Ruby, Queen, Drag Queen, iets. Ja, ik ken dat programma niet. Volgens mij is het heel bekend in Amerika. Maar ja, ik hou daar ook niet zo van. Dus ja, dat was een beetje bijzonder eigenlijk. Dus nou ja, goed. Dat was een beetje die uitzending. En daarna heb ik gekeken naar Gossip Girl en Oogappels. Volgens mij ben ik vanavond laatste aflevering van seizoen 1, maar ik weet niet zeker. Het kan ook zijn dat ik aflevering 9 moet kijken. Ik weet het niet eens meer precies. Dus dat was een beetje mijn avond. Video geëdit. Blogpost geschreven. Ik moet wel zeggen dat ik het echt super saai vond zonder goede tijden. Je zit echt een beetje, ja, je zit een beetje duimen te draaien. Want ja, The Voice, dat boeit mij ook niet. Dus ik zat echt een beetje van, oké, en nu? Geen GTSD, dus daar ga je. Ik heb wel op een gegeven moment maar even het nieuws opgezet. Maar daar word je momenteel ook gewoon niet heel vrolijk van. Ik kreeg net alweer een melding van nu met alle gestegen mensen die weer overleden zijn. Een aantal besmettingen die erbij zijn gekomen. Dan denk ik echt, oh, wat erg weer. Verschrikkelijk. Maar goed, ik ga zo even stofzuigen. Ik wil eigenlijk even een la omgooien in mijn make-up hoek. Ik heb namelijk 1 la met highlighters. Die is zo verschrikkelijk vol. Die wil ik eigenlijk omgooien naar een bovenste lade die wat dieper is. En dan kunnen mijn gezichtspoeders, die kunnen wel in het ondiepere laadje. Dus dat wil ik eigenlijk even doen. Ik ga mijn kwasten wassen en gewoon nog even bullet journalen. Mijn kwasten die zijn echt zo verschrikkelijk vies nu. Ik had wat vloeibare highlighter was ik aan het testen. En ja, ik heb daar nog steeds een beetje een haat-liefdesverhouding mee. Zal ik het zo omschrijven? Want als het helemaal op zit vind ik het heel erg mooi. Maar het aanbrengen vind ik gewoon zoveel lastiger als een gewone highlighter. Dus ja, dat, ik weet niet. Ik zal daar misschien altijd zo'n verhouding mee houden. Maar dat was ik dus aan het testen. Waardoor het allemaal wel wat smeriger is. Ook even een beetje mijn kaptafel een beetje opruimen. Wat dingen van de slaapkamer. Er staan nog een paar schoenen die naar boven kunnen. Er liggen nog handschoenen die ik momenteel niet ga gebruiken. Dus die kunnen in de handschoenenbak. Ja, gewoon even wat dingetjes doen.
wat bonnetjes, onder andere van de camera en zo. Die moet ik even goed opbergen, want die zou ik eigenlijk in moeten scannen. Maar mijn scanner, mijn printer is niet verbonden met internet, wat dus niet lukt. Dus ja, dat zijn allemaal even van die dingetjes die ik gewoon even ga doen. Dus ik ga daar nu gewoon even aan beginnen. Het kost wel, zal ik jullie erbij zetten. En ook wel eventjes met bullet journalen, met die la omgooien. Dat heeft geen zin, want ik heb op de slaapkamer heb ik alle zicht. Dus dat gaan jullie toch niet kunnen zien. Ik kan wel even proberen om te laten zien hoe die la er nu uitziet. Hoe het ervoor en na uitziet. Maar ik ga jullie er verder niet bij zetten. Ik wil daar ook even de stofzuiger in trekken. Dus ik ga nu even wat dingen doen. En dan zien jullie wel wat ik verder ga doen. Oké, eventjes bij de beruchte la die dus omgegooid moet worden. Dit is dus die highlighter la. Zoals je kan zien, echt super vol zit. En dit is de la. Dit is de poederla. Nou, zoals je kan zien is deze een stukje dieper. Dus ik wil eigenlijk deze poeders, die wil ik dus in deze la gaan doen. En dan de highlighters hierin. Dan ligt het niet helemaal meer op volgorde. Maar ik zie nu even geen andere oplossing. Dat ga ik maar eventjes doen. Ik denk dat het beeld niet mooi genoeg is om jullie erbij te zetten. Maar dan laat ik jullie zo wel even het eindresultaat zien. En het eindresultaat, hier zitten nu alle highlighters. Ik heb hier nog een highlighter die er bovenop moet. En nou, in deze la zitten nu dus alle poeders. Dus dat is wel goed. Het is nu omgegooid. Ik moet het eigenlijk ook nog even doen met de oogschuimers en zo. Maar even beetje voor beetje. Ik vind dit al een hele verbetering. Eigenlijk stond dat ik daar niet eerder aan heb gedacht. Maar dat is top. Even hier nog wat dingen opruimen en dan ga ik zo eventjes wat drinken en de kasten wassen. Tussen is de batterij van mijn camera leeg. Ja, ik vlog natuurlijk heel veel, dus dan gaat de camera, de batterij best wel snel leeg. Ik moet eigenlijk met de tijd een keer een batterij erbij kopen, maar die zijn ook nog best wel duur. Dus dat is even een project voor later dit jaar misschien, want ik moet ook een batterij nog hebben voor mijn spiegelreflex erbij. Maar ja, dat zijn allemaal van die klusjes die gewoon, ja, even moeten wachten. Ik ben in ieder geval even lekker bezig geweest. Ik ben ook best wel productief geweest. Ik ben blij dat die la's omgegooid. Dat mijn kasten schoon zijn. Dat ik toch nog even wat heb kunnen bullet journalen. Ik heb zelfs de oogschaduwladen nog een beetje netjes gemaakt. Maar daar ben ik nog niet helemaal tevreden over. Dus die laat ik nog niet zien. Ja, vanavond ga ik eigenlijk deze kool kijken. En voor de rest weet ik het eigenlijk niet. Want er is niet zo heel veel. Ja, hier heb ik half van horen. Maar het is allemaal herhaling. Dus ik weet nog niet wat ik daarna ga kijken. Dus dat is nog eventjes voor mezelf ook afwachten. Misschien ga ik alvast wat aan de vlog doen. Ik wil nog even verder met mijn harde schijf, externe harde schijf wat leeg. Door weer wat video's te converteren.
Dus ja, dat soort klusjes die blijven toch wel bezig. Ik heb nu nog een wasje erin zitten. Dat zijn even weer kussentjes van de stoel. Dus ja, eigenlijk even dat soort dingetjes. Dat gaat gewoon allemaal door. Ik ga nu in ieder geval nog even lekker relaxen. Straks lekker douchen en dan lekker eten. Dus ik zie jullie dan in ieder geval morgen weer. Want ik vind het voor nu wel even goed geweest. Nou ja, goedemiddag op deze zondag. Het is 29 maart. Ik zit even op de bank. Ik heb niet echt lekker geslapen. Wat nachtmerries. Ik hoorde allerlei harde geluiden buiten. Dus het was allemaal niet zo top. Ik heb ook altijd heel veel moeite met die klok als die vooruit moet. Dan ben ik gewoon extra moe. Voel ik me niet zo fit. Dus ja, dat is een beetje het ding. Zodra het eventjes een paar dagen verder is, gaat het wel weer. Maar ja, ik voel me niet echt fit. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje wat er aan de hand is. En gisteravond heb ik gekeken naar de laatste aflevering van Oogappels van seizoen 1. Ik heb seizoen 2, die is nu momenteel op televisie, maar daar heb ik al een paar afleveringen van. Dus die kan ik dan doorkijken, maar dat doe ik donderdag weer, want vanavond heb je weer gewoon Rex. Was wel een mooie uitzending, alleen bepaalde dingen snapte ik niet. Ze hadden de uitreiking. En van de examens. En dat was allemaal best wel... Ja, dat meisje dat liep uiteindelijk weg. Ze was uiteindelijk wel geslaagd. Want eerst had ze een herexamen. Die moeder die is niet zo heel aardig. Dus die is heel erg pusherig naar die kinderen toe. En ze moest per se een studie geneeskunde doen. Dat riep ze al vanaf dat ze jong was. Ja, zegt ze. Ze probeerde echt al een paar keer aan te geven van ik wil het niet meer. Uiteindelijk had ze wel zeg maar dat gedaan. Die soort inschrijving of zo. Dat ze zo'n toets moest maken. En dat ze eigenlijk heel goed op gescoord. Maar ook gewoon die moeder maakte haar post open. En uiteindelijk zei ze ik wil gewoon een tussenjaar nemen. Maar die moeder die... besliste alles. En ook die was dan weer hertrouwd. En dat ging ook allemaal niet zo lekker met die man. Dus ik denk dat ze niet bij elkaar blijven in het volgende seizoen. Maar dat ga ik wel even kijken. Nog een afleveringetje van Gossip Girl gezien. Gisteravond was er niet heel veel op televisie. Ja, je had Kees & Co. Dat vond ik wel heel erg leuk. En daarna heb ik een stukje Kou van Holland gezien. Maar die kende ik ook al. Dat was, ja, het zijn nu allemaal herhalingen. Omdat de programma's die ze gepland hadden, waar de opnames nu van stil liggen, kunnen ze dat niet uitzenden. Maar goed, ik heb al even aan de vlog gewerkt. Dus dat is op zich allemaal wel positief. Vandaag weinig op de planning. Even stofzuigen. Even mijn wasje opvouwen en even de foto's maken. En dat is het. Vanavond even mijn nagels lakken. Ik heb nu de lak eraf. Mijn nagels zijn echt momenteel in een slechte conditie. Kijk, ze zijn heel kort. Die was natuurlijk al afgebroken. Deze is nu ook heel kort. En deze eigenlijk ook. En hier zit een... Bij een van de twee zit een dubbele rand. Oh, dat zie je hier. Kijk of die dat scherp stelt. Er zit een dubbel randje op. Dus dat is echt heel erg vervelend. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje een ding. Dat ik gewoon niet helemaal topfit ben in verband met die klok. Maar ja, even heden gedaan. Kan ik ook niet heel veel verder mee. Want ik heb heel veel dingen niet op voorraad. Mijn schuur zit vol. Dus ja, gaat allemaal lekker. Ik word ook niet heel erg vrolijk van de cijfers van de corona. Ik krijg elke dag van nu, als je het nu hebt, krijg je elke dag krijg je een melding van er zijn weer zoveel mensen bij overleden, zo besmettingen bij. Die wordt elke dag alleen maar hoger, daar word je ook niet heel vrolijk van. Ondanks dat ik zelf echt nog steeds geen angst voel, vind ik het wel gewoon erg dat er toch nog wel zoveel mensen besmet worden. Ik geloof wel dat de regels nu beter in acht genomen worden als ik het op het nieuws zou worden, maar... Ja, er zijn zoveel dingen die nu gewoon stil liggen, allemaal door de corona. Dus dat is lastig. Ik ga even stofzuigen. Ik ga jullie vandaag nergens bij zitten. Want ik voel me er niet vet genoeg voor. Maar ik zie jullie sowieso straks nog eventjes. Dus ik ga nu gewoon even mijn dingetjes doen. En dan straks lekker de bank op. Zo, ik ben klaar. De katten hebben net gegeten. Ondanks dat ik zaterdag een rustig dagje zou worden, ben ik nog best wel productief geweest. Maar net nog eventjes in met muziek aan de gang geweest voor de iPod. Ik heb de foto's alvast geïmporteerd. Ik heb ook eventjes de videobeelden voor de video van zaterdag eraf gehaald. Foto's gemaakt. Was opgevouwen. Nog niet in de kast gelegd. Hand was aangezet. Maar ook... ik had eventjes
Volgens mij is het eventueel een keer te filmen. Ja, ik heb dus daar nu twee kussentjes liggen van de stoelen. Die moesten even gewassen worden. Liggen daar alweer ondergoed laten zien, opgeruimd. Dus wat al met al was het nog best wel productief. En nu ga ik nog even lekker relaxen. Eet straks een schnitzel op het fietje. Oh, sorry hoor. Vanavond kijk ik naar Weet ik Veel. Meisje van Plezier. En dan neem ik even de noodcentrale op. Dat ga ik dan daarna nog even kijken. Gossip Girl. En daarna ga ik Rex kijken. Dus en nog foto's bewerken vanavond. Dus dat wordt een beetje mijn avond. Verder niet heel bijzonder. Eigenlijk een beetje standaard. Ik ga die dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Ik heb de leveltjes gehad. Even bijkomen van al deze drukte. Ik weet het hoor, ik doe het ook zelf. Maar dan ben ik toch weer bezig. En ik denk, oh, dit nog even meepakken, dat nog even meepakken. Maar eigenlijk wou ik wel rustig. Maar goed, is niet gelukt. Ik zie jullie in ieder geval morgen weer. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 30 maart. Het is al wat laat. Ik moet even wat telefoontjes doen. Maar ik ben in ieder geval klaargemaakt. Ik zit nu op de bank. Ik heb het wel heel erg koud. Het is echt wel frisjes. En ja, ik heb eigenlijk niet echt een planning vandaag. Ik wil zo even mijn was in de kast leggen en even hier stofzuigen. Want er ligt heel veel. Kijk, de katten die hebben een beetje gespeeld. Dus er ligt hier en daar wat stof. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar ik had dat gisteren al. Toen had ik gedoucht en toen kwam ik uit de douche. Toen hadden ze ook een beetje gespeeld. En toen lag er weer overal haar. En dan kriebelt het heel erg om de stofzuiger te pakken, maar ik doe het niet. Dus dat eigenlijk. Ik heb gisteravond meegespeeld met Weet ik Veel. Dat was wel weer heel erg leuk, want ik had een 6.4. Dus dat had ik heel goed gedaan. De tweede ronde ging echt verschrikkelijk, maar de derde, vierde en de vijfde gingen echt top. Dus ik had hem goed opgehaald, dus daar was ik heel blij mee. Daarna heb ik Meisje van Plezier gekeken. Dat was ook wel een mooie uitzending. De noodcentrale kwam helaas niet meer, dus dat heb ik niet gekeken. Ik heb wel gekeken naar Gossip Girl en naar Rex. Mijn foto's bewerkt en dat soort dingetjes. Dus ik heb genoeg gedaan. Vandaag wil ik eigenlijk eventjes mijn was in de kast leggen. Ik wil zo even een nieuwe was aanzetten. Het lijkt alsof ik een beetje aan het huilen ben. Maar dat is niet zo. Ik heb gewoon een beetje last van mijn traanoog. Dus dat eventjes. En daarna ga ik even bullet journalen. Want ik heb vandaag niet heel veel op de planning. Maar in ieder geval even de was aanzetten. Want ik heb wel weer een hele volle ton. En eventjes proberen. Wil ik eventjes boven mijn broeken eventjes helemaal netjes leggen. En in de ene kast even netjes alles weer hangen. Soort bij soort. Maar ik weet niet of ik jullie daarbij kan zetten. Omdat het boven niet echt lekker is qua licht. Maar ik zal even kijken wat ik daar even in kan doen. Zo even stofzuigen. Ik heb mijn nagels gelakt. Ja, wederom zo'n kleurtje van die Disney Me Line. Ik zal hem nog even bijpakken. Binnenkort komt er een review van de lijn. Maar ik ben nu bijna door de lakjes heen. Ik heb er nog één staan die getest moet worden. Dat is deze. Maar die zien jullie volgende week wel. En welke ik getest had. Even kijken tussen de benden van ellende. Die staat hier. Ja joh. Daar gaat mijn concealer. Lekker dit. Volgens mij is mijn licht weer een beetje anders. Ik moet nog even kijken of de beelden van de Action Shop nog wel mooi zijn geworden. En anders moet ik van de week even opnieuw opnemen. Hé, waarom stel ik niet meer scherp? Oh, ik ben niet meer scherp, jongens. Daar ben ik weer. Ik moet nog even een beetje aan wennen hoe dat allemaal werkt. Dit is dus deze. En dit is de 13 Brave. Daar heb ik dus ook weer zo'n lipstick bij. Die zien jullie. Ja, die ga ik woensdag ga ik die opdoen. Dus die komt pas in de volgende week vroeg. Dus dat was eigenlijk alles wat ik een beetje heb gedaan. Lekker mijn boek weer gelezen gisteravond. Het is echt een heel mooi boek. Een beetje spelletje gedaan. Ik ben weer bezig met heden. Dus eigenlijk een beetje standaard dingetjes. Dan even wat berichtjes beantwoorden. Dan ga ik zo eerst maar eens eventjes stofzuigen. En even die was in de kast leggen. Dus ik ga even kijken wat ik hierbij kan zetten. Sowieso met bullet journalen en anders. Ja, ik ga gewoon even kijken. Zo, boven is het alweer netjes. Dus dat scheelt. Nu ga ik even bullet journalen. Ik heb alles in de wasmand gegooid. Ik moet alleen even mijn bril droog maken. Want die is een beetje nat geworden omdat het buiten regent. Ik heb jullie er boven ook verder niet bij gezet. Het was gelukkig niet heel veel werk. Maar nou, dat ligt weer netjes in de kast. Dan moet ik de andere kasten nog. Maar de eerste kast is weer netjes. Het kan het allemaal weer zoals ik het wil hebben. Ik heb nu een was erin zitten. Dus die is nog aan het draaien. Dus nou ja, even al wachten. Nu ga ik in ieder geval eventjes kleuren. En wat aan mijn bullet journal doen.
Zo, even weer opgeruimd. Ik ben wel even lekker bezig geweest. Maar ik merk wel dat mijn... creativiteit momenteel even ver te zoeken is. Ik probeer nu een beetje die mus bij te werken. Maar ja, ik heb momenteel gewoon eventjes een creatieve blok of zo. Het is niet echt dat ik... ja, normaal heb ik altijd hele leuke ideeën. En het komt er momenteel gewoon even niet uit. Mijn hoofd zit gewoon even heel erg vol. Ook gewoon omdat ik een heleboel dingen nog wil opruimen en zo in huis. En ja, op een of andere manier, ik merk toch dat ik de zin er niet echt voor heb. En het zit dan toch een beetje vast in mijn hoofd. Maar goed, laten we hopen dat als het mooie weer misschien wat meer doorbreekt, dat ik ook wat meer zin heb om dat soort dingen te gaan doen. Katten hebben net een eten. Ik had gisteravond trouwens nog een videootje gekeken, een grappig videootje gezien. Altijd als ik in bed lig, vind ik het vaak na het lezen nog even op mijn telefoon. Dan vind ik het vaak, ga even op YouTube kijken. Goh, is nog een leuke video die ik even kan kijken of zo. Toen kwam ik heel toevallig op een video van Gries terecht. En nou ja, volgens mij heb ik het wel vaker verteld. Ik heb die film al heel vaak gezien. Maar toch, als hij weer op televisie komt, kijk ik hem toch wel weer. Ondanks dat die film ver voor mijn tijd is, vind ik het wel gewoon een leuke film. Omdat er ook muziek in zit. Ik vind de muziek ook leuk die erin zit. Nou ja, goed. Toen hadden ze dus een video gemaakt. Die was zo'n 4 maanden geleden gemaakt. Met de acteurs die toen meespeelden. En hoe ze er toen uitzagen. En dus anno nu, 2019. Nou ja, niet anno nu, omdat het nu 2020 is. Maar dat was 2019. Sommige herkenden je nog echt heel goed. Sommige ook echt verre van. Zo John Travolta, ja, die zal ik altijd blijven herkennen door dat kuiltje in de kin. En die heeft ook nog steeds wel een beetje die ogen, maar die is in die jaren wel een stuk dikker geworden. En het was ook wel leuk dat erbij stond dat er dus hoe oud ze waren toen ze die rol speelden en hoe oud ze dus nu waren. Van sommigen schrok ik best wel dat ze ouder waren toen ze die rol speelden als dat ik had gedacht. Sommigen waren al in de 30 en dat had ik ze dus al nog niet gegeven. Maar dat was wel heel erg leuk. Ook een paar mensen die al overleden waren. En dat was één van eentje wist ik het. Want ik ben ook iemand die heel graag op Wikipedia speurt. Van die andere had ik het verwacht omdat die al best wel op leeftijd waren toen ze het speelden. Dus die waren, ik geloof dat er in totaal 5 overleden waren. Sommigen waren nog niet eens zo heel erg oud. Sommigen waren in de 60 toen ze overleden. En ja... Sommigen die waren ook al in de 90, dus dat is dan wel. Maar dat vond ik wel even leuk om te zien gewoon hoe dat in zijn werking ging. En toen kwam ik er ook nog gewoon achter dat de zus van John Travolta ook een rol heeft gehad in Grease. Als serveerster. En toen kwam ik op een gegeven moment terecht op zijn broer, Sam Travolta. Er staat niet echt een duidelijke foto van bij. Want de foto die erbij staat waarvan ik dacht, oké, maar dat is John Travolta. Of ze lijken eng veel op elkaar. Of dat is gewoon een foto van John Travolta omdat die Sam Travolta geen foto heeft. Maar dat vond ik wel bijzonder. Dus dat was wel leuk. Ik ga nu nog even lekker relaxen vanavond kijken. Ik koop zonder kijken. Ik ga Holder aan mijn dolder even opnemen. Ik weet niet of het weer een herhaling is. Anders kijk ik hem niet. En ik neem even de mailandjes op. Want anders ga ik dat gewoon even kijken. Want ik werd er toch wel vrolijk van. Want vorige week was mijn humeur eventjes. Ik zat een beetje erdoorheen. Toen keek ik daarna. Toen werd ik toch wel weer heel vrolijk. Dus dat was wel leuk. Straks even koken. En even douchen. En dan vanavond ook weer lekker GTS steken. Ik heb een haartje in mijn lipgloss. Hij is fijn. Nu ga ik niks meer doen. Misschien was het vandaag ook een beetje saai voor jullie. Maar ja, net wat ik zeg, ik ben momenteel zelf ook eventjes een beetje... Mijn creatieve brein is een beetje op nul. En ja, ik merk dat ik de laatste tijd heel veel bullet journal. Maar je gaat nu gewoon dingen doen omdat je ook gewoon natuurlijk niks kan. Ja, voor mij is het niet heel erg anders omdat ik altijd al thuis ben. Maar ja, ik merk gewoon dat de vibe er even uit is. Maar hopelijk vind ik die snel terug. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 31 maart, als ik het goed heb. Klopt helemaal. Ik ben klaargemaakt. En ik ga zo meteen de douche doen, de gang en de kattenbak. Ja, gisteravond heb ik even wat tegeltjes in mijn keuken gedaan. Die waren ook zo gigantisch smerig. Nou ja, dat krijg je met koken. Ik ben ook gewoon heel eerlijk. Ik heb gewoon niet zin om ze elke dag af te nemen. Maar eigenlijk moet de keuken gewoon ook... Principieel elke week zou ik die moeten doen. Dus dat moet ik eigenlijk een beetje gaan kijken of ik dat eventjes, ja. Soms heb ik na het eten gewoon heel veel energie. Dan doe ik het na het eten gewoon even. En soms ook gewoon totaal niet. Als ik dan alles klaar heb, dan denk ik, oh, even daar een doekje over. Nou, dan ben je zo klaar. Maar ja, dat is hier niet altijd. Gisteravond heb ik naar Kopen zonder kijken gekeken.
Mensen doen mee, maar af en toe vraag ik me af waarom. Je bent natuurlijk wel heel erg klaar met zoeken en eigenlijk een beetje wanhopig omdat je zelf niks vindt. Dan zoeken ze een jaren 30 woning. Er is op een gegeven moment een woning aangekocht en dan waren ze eigenlijk, vonden ze het helemaal niet leuk hoe het eruit zag. Snap ik. Kijk, ik zou zelf, als ik in de positie was, ook niet voor een jaren 30 woning kiezen. Ik zou echt wel nieuwbouw willen dan. Ja, ik kan zoveel willen, het gaat niet gebeuren. Maar als ik die keuze had, zeg maar. Ja, jaren 30 woningen zijn natuurlijk gewoon al wat ouder. En je moet daar doorheen kijken, want er vindt nog een hele verbouwing plaats. En het was super mooi geworden. Echt, het was echt weer, het resultaat was echt weer heel erg mooi geworden. Ze hadden de hele aanbouw hadden ze erbij gemaakt. Het was echt super mooi geworden. Uiteindelijk vonden ze het eindresultaat ook heel erg mooi. Maar ze zaten ook compleet niet op één lijn. Ze zaten echt zo van, zij vond dit mooi, hij vond dat mooi. De smaken die matchten gewoon voor hen meten. Dat was echt gewoon heel apart. Nou ja, goed, het was heel mooi geworden. Ze waren uiteindelijk blij mee. Toen wou ik Holendam maar doorkijken. Dat was helaas weer een herhaling. Ik weet niet hoe dat kan. Of ze al door de nieuwe afleveringen heen zijn. Lijkt mij heel erg stug. Want we hebben maar een paar afleveringen gehad. Ik denk dat we er 2 of 3 hebben gehad. En toen zijn ze alweer begonnen met de herhalingen. Heb ik niet nagekeken. Ik heb naar Chateau Meiland gekeken. Vond ik ook wel weer heel erg grappig. Ondanks dat. Ik merk wel. Als je echt een beetje Douwman, daar had ik vorige week heel erg last van. Toen ging ik Chateau Meiland kijken en dat beurde me dan toch wel weer op. Omdat ik gewoon, ja, gewoon onwijs moest lachen om de dingen die daar gebeurden. Ik heb het eigenlijk nooit vanaf het begin gekeken. Maar ja, ik vind het toch wel grappig om naar te kijken. Dus dat heb ik gekeken als wel echt. Ik heb echt gewoon een paar keer goed gelachen. Want de katten zaten op mijn uitschoot. Dan schoot ik weer in de lach en alles alweer zoiets van, moet dit? Ja, sorry. Ik heb weer een beetje last van een traanoog. Dus dat gaat allemaal eventjes minder. Rex gekeken, Gossip Girl gekeken. Ik heb mijn blogbericht heb ik geplaatst. Ik ben nu eigenlijk ook nog bezig om op dinsdag ook even een blogbericht te plaatsen. Zodat ik eigenlijk voor de hele week een beetje content heb. Omdat mensen nu toch thuis zitten en je misschien toch behoefte hebt om meer artikelen te lezen. Dus daar ben ik even naar aan het kijken als ik geen persbericht heb of ik een extra artikel kan plaatsen. Dus dat eigenlijk, maar de foto's waren niet allemaal even mooi geworden. Ik moet even nog een paar opnieuw doen, maar dat is een zorg voor later. Want eerst moeten de dingen hier in huis even gebeuren. Ik ga jullie bij de douche sowieso bijzetten. Misschien bij de gang ook, maar moet ik even kijken. Maar ik ga nu eerst maar even de kattenbak doen. Ik ga een muziekje aanzetten en dan ga ik die dingetjes eventjes doen. Dus dat is voor nu even de planning. Van de camera gaat gewoon echt super hard, want ik vlog natuurlijk ook heel veel ermee. Zoals ik van de week al zei, er moet gewoon even met de tijd een andere batterij bij komen, maar dat zijn plannen voor later. Maar ik ben lekker voldaan, alles is weer schoon, voelt altijd heel erg prettig.
Het is vaak wel zo dat ik er even tegenop zit. Maar als ik dan eenmaal weer bezig ben, dan denk ik, ach, ik ben ook altijd zo wel weer rond. Wat zeur ik eigenlijk? Maar ja, soms heb je gewoon even die vibe wat minder. Ja, straks persconferentie. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat ze te vermelden hebben. Of er nog wat voor verandering het eventueel nog plaats kan vinden. Gisteren natuurlijk al wel bekendgemaakt dat alles wat langer duurt dan 6 april. Maar ja, echte indicaties kunnen ze toch niet geven. Dus het is allemaal afwachten. Maar ik ga in ieder geval die persconferentie wel kijken. Straks lekker douchen, eten, persconferentie kijken. Vanavond goede tijden. Wat ik verder ga kijken, weet ik eigenlijk nog niet. Want er is niet zo... Oh, ik heb troep in mijn oog. Er is niet zo heel veel op televisie op de dinsdagavond. Ja, je hebt Kerst or Trash, maar ik weet niet of ik dat echt leuk vind. De lijst voor een prikkie is herhaling. Ja, en op 4 heb je topdokters en dat trekt mij niet. En verder is er gewoon heel weinig, dus ik ga wel even wat opscharrelen. Dan kan ik mooi de vlog afmaken en eventjes verder met die foto's en zo. En ik kijk wel gewoon Gossip Girl en Kicks. Dus dat wordt eigenlijk gewoon een beetje mijn avond. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ja, waarschijnlijk niet heel interessant. Misschien vond je het even leuk om te zien hoe de bank versleept werd en zo. En dat soort dingen. Maar voor de rest ja, doe ik ook natuurlijk niks buiten de deur. Dat doe ik normaal al niet. Maar nu is het natuurlijk ook extra dat je het niet doet. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Als je op dat belletje drukt, krijg je die melding zodra er een nieuwe video online komt. En dan hoef je geen video meer te missen. Abonneren kan erop het rondje met mijn gezicht te drukken en op mijn kanaal zelf. Vond je deze video leuk? Doe even een duimpje omhoog. En ja, nogmaals bedankt voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doeg!